maken. Hoeveel doelpunten krijg je in de eerste 15 minuten om je horen? Vijf. Ja, nu? Nul. Eentje misschien, volgens mij. Minder, een stuk minder. Ja. Weinig. Waar is het mee te maken? Nou oké, achterin hebben we nu eentje over, dus het is voor hun sowieso lastig om de spits te bereiken. Maar waar stokt het bij rood? Waar gaat het iedere keer fout? Als we voorbij onze blok willen komen. Ja, dus hier pakken wij ook, in dit gebied pakken wij ook iedere keer de bal af. Dus wij zijn in staat om de ruimte zo klein te maken, waardoor zij niet meer zo goed weten van wie moeten we nou gaan inspelen. En als ze dan toch iemand inspelen, zitten wij er bovenop, hebben wij de bal. Goed toch, of niet? Ja. Wat zei Urbi dan tegen jou? Dat ik, als de bal aan de rechterkant was, dat ik mee naar binnen moest trekken. Met welke reden is dat? Zodat hij niet alleen komt te staan. Als wij de bal hebben, wat doen wij dan als team? Wat zien we dan meteen gebeuren? Als wij boven de bal Joran heeft en dan gaat niks terug. Wat gebeurt er dan? Iedereen gaat mee. Ja. Dus iedereen, we rennen naar voren en we kijken niet meer achter ons. En in het begin stond Joran in zijn eentje. Nou, nu staan ze met z'n tweeën, maar we vergeten wat er in onze rug gebeurt. Als je daar de bal kwijtraakt, wat is dan de kans wat er dan gaat gebeuren? Dat je